We moeten het jullie niet meer vertellen. 1. De Toyota Supra is terug. En 2. Ja, hij deelt zijn genen met de Duitse BMW Z4. Of dat echt een probleem is voor de Japanner? Heb je het over mythische namen in de autowereld, dan kan je niet rond de Toyota Supra. Een auto die wereldfaam verwierf in een knaloranje kleur met foute spoilers, foute bumpers en al eerder foute stickers. Je weet wel, de Fast and the Furious. Het heeft ervoor gezorgd dat die vorige generatie, de vierde Supra, een overgehypte GT werd met de jaren. En dat zorgde er op zich voor dat Toyota het steeds moeilijker kreeg om een gepaste opvolger te voorzien. Ten meer omdat Toyota de laatste jaren vooral synoniem staat met hybride en minder met supersnelle GT's. Toch vond de hoofdingenieur van de GT86 na de lancering van die 86 de hand bij BMW. Anders gezegd, BMW die had de goesting in een Z4 en Toyota had uiteraard goesting in een Supra. En 1 en 1 werd 2. Of iets correcter, 1 en 1 werd 1,5. Wat we er niet flauw over doen, hier zit verdomd veel BMW onder de schulp. We hebben die 3 liter 6-in-lijn van BMW, we hebben een sperdifferentieel dat van BMW komt, we hebben ophangingscomponenten van BMW, zelfs het interieur komt van BMW. En dat was genoeg om het internet zeer kwaad te maken bij de lancering van deze Supra. Maar sinds wanneer wordt BMW gezien als een B-merk waar je niks van wil gebruiken? Toyota, die drapeerde er alvast hun eigen sausje over. En het resultaat is een uitermate gedrongen auto met een heel druk lijnenspel. De fout om te eindigen als een Civic Type R was dichtbij, maar het resultaat bij Toyota is de juiste mix tussen stoer en sierlijk. Geloof niet de beelden, in het echt klopt het plaatje. En dan kloppen er nog een hoop componenten. Zo is de wielbasis belachelijk kort, korter dan van een Toyota Yaris. Staan die wielen ook heel ver naar de buitenhoeken en zit je met je bips zo goed als op het achterwiel. Het resultaat is een 50-50 gewichtsverdeling en een technische fiche die neutrale rij-eigenschappen schreeuwt van de daken. We reden de Supra zowel op het circuit als op de openbare weg en kunnen enkel die technische fiche beamen. Hij rijdt ongelooflijk gebalanceerd en geeft je het gevoel dat je een veel betere chauffeur bent dan je eigenlijk ook echt bent. Nu, los daarvan, chauffeurs die wel meer trackervaring hebben, die hebben hier ook nog een hele kluif aan om steeds verder en verder en verder te gaan. En dat zijn altijd zeer goede eigenschappen van zeer goede rijdersauto's. En hebben we het over rijden, dan kunnen we natuurlijk niet rond het motorblok van BMW. En ook in deze Japanner neemt hij de sterktes en zwaktes over van dat blok. Het is een 3 liter 6-in-lijn, dus de sterkte daarvan is dat hij van nature heel romig en koppelrijk is. De zwakte, wel, dit blok van BMW is nooit heel emotievol geweest. Maar goed, dat is aan de tuners om op te lossen. Zullen tuners het wat moeilijker mee hebben? Het aanpassen van dit interieur. Want dit is 1 op 1 BMW. Tot en met de iDrive draaiknop en de geluidjes als je pakweg de deur open laat staan. Het resultaat is dat je een heel gek gevoel krijgt als je onderweg bent met deze Supra. Want jawel, het is de nieuwe Toyota Supra. Maar kijk je door die voorruit, dan lijkt je echt wel in een BMW te zitten. En dat is best wel gek. Nu goed, we geven Toyota ook wel een pluim, want omdat hij gebaseerd is op die Z4, moest hij de digitale cockpit overnemen van die Z4. Dat is een complete clusterfuck bij BMW. Dus Toyota heeft ervoor gekozen haar eigen cockpit te installeren met een soort van meer analoge tellerpartij. En die ziet er veel beter uit dan bij BMW. Dus topshop Toyota. Een sportauto, die heeft natuurlijk ook specificaties, dus we gaan die even delen met jullie. Een 3 liter 6-in-lijn, dat wist je al, met 340 pk en 500 Nm koppel. Die is gekoppeld aan een 8-trapsautomaat van ZF. Die sluist zijn kracht naar de achterwielen, waardoor je in 4,3 seconden naar de 100 kan sprinten. En er is ook een perfecte 50-50 gewichtsverdeling. De prijzen dan, €65.000 voor de basisversie en zo'n €68.000 voor de premium versie. En daar krijg je een head-up display, lederen zetels, extra luidsprekers en een draadloos oplaadsysteem voor de telefoon. Gezien de prijs eigenlijk een no-brainer. Zitten sowieso standaard op elke Supra een sportuitlaat, een sperdifferentieel en een achteruitrijcamera. En nu kan je lachen met dat laatste, maar bij ongeveer alle concurrenten moet je nog bijbetalen voor een achteruitrijcamera. Foei, foei, foei. Of deze vijfde generatie zijn hype kan inlossen? Natuurlijk niet, want moesten we het internet geloven, dan was dit de ultieme auto ter wereld. Wat deze Supra dan wel is, wel een aangename rijdersauto met een neutraal weggedrag, een romige 6-in-lijn en, van Toyota, 5 jaar garantie. En nu is het aan de tuners om hier compleet van de potgerukte beesten van te maken.